De opening is 3 weken later dan normaal, want het verven liep uit. Het festival 2016 is hierbij geopend. Het Bandijbad ging zaterdag ook snel weer dicht. Het is nog te koud. Hoeveel is het water? Ik weet het. 16. Okay. 16,2. Ja, het eerste baantje is koud. De opening was meer een reunie. 80 jaar geleden is het bad gebouwd, in 1936. Het leverde 60 werklozen 3 jaar werk op. Oh, grappig. Els, kijk nou. Badjuf Els kwam hier in 1990. Ja, dan, dat heb ik nog gewoon meegemaakt natuurlijk. En toen gaven we nog zwemles en toen was het bad ook nog anders. Er zat dat kleine bruggetje nog ertussen. En in 1993 is het bad veranderd. En ja, het verandert gewoon helemaal. De mensen veranderen. Wanneer was dit? Dat is 67, 68 in die koers. Dat is een mooie tijd geweest. Wel een moeizame tijd. Hè? Vechten voor het behoud. Maar uiteindelijk ligt het er nog steeds. Ik kijk er met dankbaarheid op terug. Maar het heeft me wel jaren gekost. Bijna zelfs mijn huwelijk. Want mijn vrouw zei, ben je met Wantebad getrouwd of met mij? De zomer 67 en de zomer 68. 2 jaartjes maar. Er is ontzettend veel veranderd. De ligging van de baden, alle badhokjes aan beide zijden zijn verdwenen inmiddels. En de ene kant was dames en de andere kant was het heren. En de dames mochten wel naar de herenkant, maar andersom was streng verboden. De lichtgroen geeft haar even een hartelijk applaus. De modeshow laat zien dat niet alleen het bad in al die jaren is veranderd. Ik vind het vooral heel erg leuk dat we ook gewoon personeel hebben die eigenlijk gewoon ook alles doen. Het is niet alleen toezicht houden, ze maken ook mee schoon. Ze hebben geholpen om het bad helemaal in orde te maken. Ze maaien het gras, ze maken toiletten schoon en ook lopen ze gewoon een modeshow mee. En dat maakt ze wel heel bijzonder. Vooral met een prijskaartje op haar billen. Els gaat dit jaar met pensioen, na 26 jaar gewerkt te hebben voor een stukje Dordtse geschiedenis. Het is hartstikke Dordtse, het kan niet meer beter. Het is echt van Dordtse en daarom blijft het denk ik ook wel bestaan, omdat het zo Dordtse is. Voorlopig is het bad maar 2 uur per dag open. Donderdag wordt het warmer en verandert code oranje misschien in code groen en kunnen we hier de hele dag terecht.